Actie. Theo heeft een hals. Ik ook. Maar zeg nou, wat gaan we daar doen? Zijn conflict eigenlijk, met name met zichzelf en ook natuurlijk met de buitenwereld, is dat hij eigenlijk meer wilde zijn dan dat hij was. Het is drama, een heel intens drama over hoe het is om je leven te geven aan de kunst. Het is Han van Meegen uiteindelijk toch gelukt om wereldberoemd te worden. Maar alleen door zijn vervalsingen. Het steekt de goed verkopende kunstschilder dat hij niet serieus wordt genomen door de kunstkenners. Uit wraak toont hij zijn meesterschap door vervalsingen te maken waar werkelijk iedereen instinkt. Kijk, Van Meegen, dat was wel een geniale man. Dat was ook wel een hele bekende kunstenaar, hoor. Kijk, nu is Van Meegen natuurlijk alleen maar eigenlijk hoofdzakelijk bekend als vervalser. Maar Van Meegen maakte een hele grote carrière. Het was een hele talentvolle, vakbekwame schilder, zou ik zeggen. Wim van Krimpen maakt nieuws in 1995. In de net geopende kunsthal in Rotterdam wil hij een grote tentoonstelling van de meestervervalser brengen. En hij wil er zelfs een namaakvermeer voor aankopen. Adjugé 350.000, monsieur de Boerenvoet. Dat schilderij dat was ooit gekocht door Van Beuningen voor 1,5 miljoen gulden. In 1941, geloof ik. Van Meegeren verdient midden in de oorlog miljoenen aan zijn vervalste oude meesters. Havenbaronnen en nazi's, ze vallen als een blok voor de plotseling opduikende vroege Vermeers. En ook zijn eigen werk valt in de smaak bij de bezetter. Vele vooraanstaande kunstenaars en autoriteiten waren aanwezig, georganiseerd door de Nederlandse Volksdienst in samenwerking met de Nederlandse Cultuurkamer. Na de oorlog wordt hij beschuldigd van collaboratie, omdat hij Nederlands erfgoed aan Duitsers verkocht. Hij riskeert een flinke straf en dus bekent hij de schilderijen zelf te hebben gemaakt. Een spannend proces volgt. Christus en de schriftgeleerden. Dit laatste schilderde Van Meegeren, die we hier op weg naar de rechtbank zien, zoals bekend in opdracht van justitie, om hiermee te bewijzen dat zijn zelfbeschuldiging juist was. Op een gegeven moment maakte die beschuldiging plaats voor het inzicht dat hij de nazi zijn oor had aangenaaid. En toen was hij ineens, van een moment werd hij uitgejouwd en met eieren bekogeld, op het andere moment wordt hij door dezelfde meute toegejuicht. Dat laat ik ook letterlijk zo zien in de film. Maar binnen onze vertelling is het iemand die, die geen genoegen neemt met wie hij op dat moment is en met wat hij kan, met zijn ambacht. Dat is al een gigantisch talent, maar als je streeft naar iets wat buiten je bereik ligt en wat aansluit bij het niveau van zijn grote voorbeelden, Vermeer, Caravaggio, Rembrandt. Ja, nou, dat kan een hele frustrerende, kan een frustrerend inzicht zijn dat je dat niet kunt. Hij kon natuurlijk geweldig goed schilderen, alleen ja, hij had niet, hij had niet een eigen gezicht. Hij kon eigenlijk alles. Het was een tijdgenoot van Mondriaan en hij was een beetje outdated, zou je kunnen zeggen. De beroemde vervalsingen zijn nog steeds te vinden in de depots van onze musea. Met de kennis van nu lijkt het ongelooflijk dat de maker destijds werkelijk iedereen wist te foppen. Dat is het populistische aspect ervan, denk ik. Dat het iedereen het leuk vindt als de elite te kakken wordt gezet. He, dus dat was wat daar ook speelde. De figuur van Van Meegeren blijft ons fascineren. Alle reden dus voor een film. Maar de makers zijn er niet op uit de meestervervalser zo waarheidsgetrouw mogelijk te portretteren. Het streven is een groter verhaal te vertellen met een diepere boodschap. Het zegt iets over de prijs van het kunstenaarschap. Zelfs Picasso had momenten dat hij dacht, ben ik de kluit niet gewoon aan het belazeren? Of ben ik echt een genie? Je hoopt allemaal dat je nog verder kan reiken dan de vorige keer. Dat je nog beter kan worden, dat het nog interessanter wordt waarmee je je bezighoudt. Maar die garantie heb je niet. En wat maak je kapot in het proces? Goed voor jou? Cut it! Okay.